Hallo, welkom bij de Voor de Jeugddag, welkom bij Ouderwijzer. Mijn naam is Renate van Dorst, ik ben de programmamanager van Ouderwijzer en ontwikkelaar. En ik ben betrokken bij Ouderwijzer omdat ik ervan overtuigd ben dat als wij willen dat het goed gaat met onze jeugd, dat we dan investeren in ouders. En niet als het misgaat of niet in bepaalde doelgroepen, maar in alle ouders, omdat dat vanzelfsprekend is. En naast mij staat Mirjan. Hallo, Mirjan Elbersen, teammanager strategie en beleid binnen de gemeente Gelder op Mierlo. En hier mede namens de gemeente, omdat wij samen met Ouderwijzer deze weg in hebben geslagen. Ik ben ook nog pedagoog en vanuit daar ben ik toch wel echt heel erg begaan met kinderen en ouders. En dat maakt dat ik vandaag met jullie probeer mee te nemen in het verhaal wat wij jullie willen gaan vertellen over Ouderwijzer. Het programma voor vandaag, we starten natuurlijk met de visie, want vanuit daar begint alles. We willen even inzoomen op Ouderwijzer als universeel preventief programma. Het is echt een systeemaanpak en we vinden het belangrijk om het ook narratief aan te pakken. Dus we laten ouders en bondgenoten aan het woord middels filmpjes, zodat je echt een beeld krijgt wat Ouderwijzer betekent voor hen en welke rol de bondgenoten hebben. Ook komen we natuurlijk te spreken over de kosten. Het is altijd een onderwerp wat belangrijk is, omdat we met elkaar het met minimale middelen moeten doen. En we willen ook jullie meenemen in de learnings. Het is natuurlijk een proces van vallen en opstaan. En het is mooi, denk ik, om dat ook te laten zien. En het niet als alleen maar een positieve flow te laten zien. Ja, en daarnaast zitten wij op het moment dat jullie naar ons kijken aan de live chat en kunnen we jullie vragen beantwoorden. Op die manier hopen we er toch een gesprek van te maken met elkaar. We beginnen met een zoekplaatje. Je ziet hier vier plaatjes en de vraag aan jullie is: welk plaatje hoort er niet tussen? Dus we geven jullie even de tijd om in de live chat te reageren. Linksboven, rechtsboven, linksonder of rechtsonder. Welk plaatje hoort er niet bij? Ja, in de chat, hè? In de chat, dus nu. Nou, dat moet nu onderhand wel gebeurd zijn, denk je ook niet? En dan geven we het antwoord. Het plaatje rechtsonder hoort er niet bij. En waarom? Omdat je, als het om zwemmen gaat of golven of autorijden, daar bereid je je op voor. Je springt niet in het water en verwacht dat je kunt zwemmen. En eigenlijk is dat wel zoals we met ouderschap omgaan. We bereiden ons voor op de bevalling. We doen misschien nog een cursus voor de bevalling. En daarna denken we dat het vanzelf gaat. En dat is eigenlijk gek. Dat vraagt wat ons betreft om een normverandering, om een mindchange. Want voor van alles in het leven bereiden we ons voor. En dat zou ook gewoon moeten zijn voor de belangrijke rol in ons leven, namelijk die van ons als ouder. En daarnaast is het zo dat als je kindje geboren is, er heel veel aandacht naar je kindje gaat, vanuit alle professionals. En wij vinden dat het net zo gewoon moet zijn dat die aandacht ook naar jou als ouder gaat. En daarom vinden wij dat die normverandering, die mindchange, er moet komen, zodat het gewoon wordt voor iedere ouder om zich voor te bereiden op het ouderschap, iedere fase weer. En dat het ook heel gewoon wordt om alles wat er bij het ouderschap en opvoederschap bij komt kijken, om dat te delen met elkaar, zodat dat ook normaal wordt. Nou, ik begon net al in een programma over het start met een visie. En Ouderwijzer heeft natuurlijk ook die visie over dat het vanzelfsprekend moet zijn om als ouder met anderen te spreken over het ouderschap. De visie van de gemeente Gelderop is vorig jaar vastgesteld, specifiek voor het sociaal domein. We hebben de titel Persoonlijk dichtbij en verbonden daaraan gegeven. En eigenlijk geeft dat middels een boom weer dat er sprake is van een ecosysteem. We moeten het met elkaar en samen doen. Vanuit bepaalde kernwaarden werken wij binnen de gemeente Gelderop Mierlo, maar ook de partijen met wie wij ontzettend veel contacten hebben. De vijf kernwaarden staan onderin weergegeven en we richten ons dan op de linksboven de pijlers, de sterke en vitale en gezonde wijken en betrokken en steun met perspectief. Nou, eigenlijk is het heel makkelijk om daar Ouderwijzer onderdeel van te laten zijn. En dat hebben we dus ook gedaan. Wat ik wel belangrijk vind om te melden in relatie tot Ouderwijzer is dat de overheid middels de jeugdwet een plicht heeft. En ze zeggen, wij verlenen passende bijstand aan ouders die verantwoordelijkheden hebben. En de jeugdwet schetst het dus als iets breeds, maar we pakken het vervolgens heel kortzichtig aan als het gaat over probleemgezinnen, wanneer het misgaat, risicogroepen. Terwijl als je het
echt bekijkt, dan zou je moeten inzetten op alle ouders. En niet alleen maar op die probleemgezinnen of multiproblemgezinnen. Dus ik denk dat we dus een soort van paradigma hebben gecreëerd in Nederland, waarin we zeggen dat het voor iedereen is en wij met z'n allen er voor alle ouders zijn, maar vervolgens dat te veel geld vinden kosten en dat niet willen doen. Dus als we die beweging naar voren willen maken, dus preventie, dan dien je dus ook in te steken op alle ouders en alle gezinnen. En dat doen we middels Ouderwijzer. Ja, en daar willen we jullie vandaag graag wat meer over vertellen, inderdaad. Ja. He, want als je wil investeren in veerkrachtige ouders, hè, ouders die sterk staan om voor hun kind te zijn, dan moet je je op een compleet systeem richten. Nou, dat hebben we hier even neergezet. Dat betekent dat het voor ouders gewoon moet zijn om zich bewust te zijn van hun rol, van het belang van die rol en ook wat het vraagt van hen, iedere fase weer. Maar ook dat het als ouder gewoner moet zijn om dat opvoederschap te delen en er open over te praten. Zodat je ook kunt ervaren dat waar jij zelf mee deals eigenlijk hele normale opvoedvragen zijn vaak. Hè? En die kun je met elkaar delen, kun je met elkaar oplossen. En als we dat willen bereiken, dan vraagt dat ook dat organisaties naast ouders staan. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit erkenning. En dat vraagt ook om een mind change. Niet alleen bij die ouder, maar ook bij de professional. En als we dat willen realiseren met elkaar, dan vraagt dat weer iets van de lokale overheid. Hè, namelijk dat we dus durven te investeren in die universele basis. Dat we durven investeren in alle ouders. Zodat we met elkaar en met de gemeente, met de gemeenschap, met de professional, een gemeenschap met aandacht voor ouders creëren. En dat vraagt vervolgens ook weer iets van de landelijke overheid als we dat willen realiseren. Want die normverandering, die moeten we verankeren in beleid. Nou, vandaag hebben we het vooral over het lokale stuk, hè, dus het landelijke stuk, dat we de bewustwording willen creëren. Dat we met een landelijk bondgenootschap die boodschap willen agenderen. Dat is iets waar we het vandaag wat minder over hebben. Het is wel zo dat we aanstaande donderdag een groot congres organiseren in de Efteling, waar we dit onderwerp aandacht voor ouderschap centraal stellen. We zullen op dit moment ook de uitnodiging even in de live chat zetten. Wie weet zijn er nog kaartjes en kun je deelnemen. Prachtig programma. Jazeker, zijn wij ook allebei. Maar vandaag hebben we het over het lokale stuk. Want als je lokaal in jouw gemeente die gemeenschap met aandacht voor ouders wil creëren, hoe doe je dat dan? Wat vraagt dat van de organisaties in je gemeente, oftewel van je lokale bondgenoten? Wat voor programma vraagt dat dan? En hoe kun je er vooral voor zorgen dat ouders elkaar meer gaan steunen? Nou, je ziet hier een aantal logo's uit de gemeente Gelderop Mierlo met organisaties die zich aan dat bondgenootschap hebben verbonden. En die hebben allemaal hetzelfde manifest getekend. En dat manifest betekent dat je vanuit dezelfde visie werkt. En dat je ervan overtuigd bent dat iedere ouder het beste voor zijn kind wil, maar het daarmee nog niet altijd kan. He, dat de ontmoeting faciliteren tussen ouders heel belangrijk is. Maar ook dat de gelijkwaardige bejegening van ons als professional naar ouders ongelooflijk belangrijk is. En we zullen jullie ook nu in de chat een linkje naar dat manifest sturen, zodat je dat ook kunt zien. En als lokale partners vanuit de gemeente en namens Ouderwijzer staan wij met elkaar om ouders, om dat steunend netwerk te creëren. Niet pas als er problemen zijn, maar altijd. En ik denk ook dat het belangrijk is te melden dat het ook niet belerend is. Dus juist. Ik denk dat wij als ouders, ik ben ook ouder, soms een beetje wars zijn van ja, zo zou je het moeten doen. Ik denk dat we met elkaar juist de dialoog moeten voeren. En ouders dus, van hoe kun je het anders doen? Of heb jij dezelfde moeilijkheden die je ervaart? En dat maakt het ook dan leuk. Ja, en ouderschap kun je zien als een avontuur. En je weet niet waar het heen gaat, maar de reis is wel hartstikke interessant en hartstikke leuk. En je kunt elkaar inspireren. En wij nodigen ouders uit om voorafgaand aan iedere nieuwe fase samen te komen. Dat is het lokale programma. Hier zie je op de slide een aantal momenten waarop ouders samenkomen. Bijvoorbeeld als ze 6 maanden zwanger zijn, dan komen zij voor het eerst samen met allemaal andere ouders uit de gemeente die in dezelfde fase zitten. Samen kijken ze vooruit. En het programma voorziet vooral in een stukje informatie, maar vooral in inspiratie. Hoe kun jij je ouderschap vormgeven? En als ouder kun je die keuzes maken als je kennis hebt, als je inzichten hebt en er met elkaar over kunt sparren. En dat willen we heel erg op gang brengen, zodat ouders die keuzes kunnen gaan maken die passen bij de manier waarop zij hun ouderschap in willen vullen, maar die ook passen bij hun unieke situatie en hun unieke omgeving, want iedereen is anders. En daar vertelt Rob van Otterdijk het volgende over. We gaan nu naar het audio. In het projectplan van de Ouderwijzer wordt dat metaproces
denken over opvoeding gefaciliteerd. In de opvoeding hebben mensen elkaar nodig. En daarom willen wij met Ouderwijzer mensen elkaar helpen elkaar te helpen. En dat doen we onder andere door de kwetsbaarheid van het ouderschap uit te dragen, waardoor bewust bezig zijn met ouderschap als meer logisch en vanzelfsprekend wordt gezien. En mensen hier ook eerder met professionals of andere ouders in gesprek durven gaan. Dat is vaak een taboe om dat te doen en dat willen we gemakkelijk maken. En er kan al eerder hulp geboden worden als het nodig is, maar ook opvoeding normaliseren binnen het normale gesprek halen, zodat er geen taboe op heerst. We willen bereiken dat het voor ouders vanzelfsprekend is om met elkaar erover te praten. Dat wil zeggen dat ze nieuwsgierig zijn. Wat is er aan de hand? Hoe sta ik in de situatie? Wat voel ik? Wat denk ik? Welke keuzes kan ik maken? Het wordt voor de ouders ook vanzelfsprekend om je voor te bereiden op je ouderschap. Iedere fase weer. Ja, zo is het. Dus wij brengen ouders samen. Het wordt eigenlijk als een soort van jaarclubje waarin ouders in hun ouderlijke loopbaan samen op gaan trekken. En steeds vooruitkijken. En wat gaat er deze periode veranderen? En hoe wil ik daarmee omgaan? En beter dan wij kunnen ouders dat zelf vertellen. Dus we gaan nu naar twee fragmenten kijken. De eerste bijeenkomst was gelijk gewoon verhalen delen met elkaar. En het was eigenlijk superleuk om ook andere ouders te leren kennen in Gelderop. Want we wonen hier pas net een jaartje. Ja, je kunt er echt met andere ouders kun je praten over je aanstaande kleine. Hoe je denkt over bepaalde dingen. En je kan ook gewoon heel veel vragen stellen. We hebben bijvoorbeeld een app gecreëerd, zodat we met elkaar in contact kunnen blijven. Je bent gewoon even bewust bezig met jou als ouder zijnde. Ja, thuis heb je geen tijd om erbij stil te staan. En dus zo'n avondje sta je echt stil bij, oké, hoe heb ik het nou gedaan de afgelopen periode? Ik denk dat het nuttig is als ouder zijnde, als je ook open staat om te kletsen en te praten over je eigen ervaringen. Het zien hoe anderen het doen en dat een beetje vergelijken en kijken wat we er nog van kunnen leren. Ja, dit komt wel overeen met hoe wij het doen. Of nee, zo doen wij het eigenlijk helemaal niet. Je neemt alles mee, maar je doet wel je eigen ding. Ja, dat is eigenlijk wel mooi wat Denise zegt. Hè? Je neemt het allemaal mee, maar je doet je eigen ding. Je krijgt juist meer inzicht om de keuzes te maken die bij jou passen. Ja, ik denk dat wel mooi is. Ik denk dat het volgende fragment weer een heel ander beeld geeft van de bijeenkomsten. Ja, dus laten we daar naar kijken. Inderdaad, wat wil ik eigenlijk als ouder gaan worden? En je hebt dan net een baby, dus je bent er nog niet zo. Je zit veel meer met, ik moet luiers verschonen, ik moet eten geven en ik moet van anders doen. Alleen dan komt het. Van ja, wie wil ik dan zijn? Wat wordt mijn rol? Wie worden wij als ouders? Ja. En hoe gaan wij zorgen dat zij groot wordt? Hoe ga ik dadelijk een vader zijn? Ja. Dat was een goede eye-opener in de eerste bijeenkomst. Ja. Degene die je bijeenkomst geeft, die heeft een hele prettige stem. Die vertelt ook duidelijk wat ons te wachten staat. Ook geeft zij tips over hoe het met haar eigen kinderen is gegaan. En doordat iedereen heel open is in het verhaal daar, vind ik het ook heel fijn dat je zelf ook open durft te zijn. Dat je niet denkt van, nou ja, ik geef maar de antwoorden die ze verwachten van mij. Maar dat je ook wel denkt van, ik durf mijn vraag hier wel neer te leggen. Ja, dat andere mensen tips geven of van, oh ja, zo doe ik het thuis. Of, ja, het is een veilige plek. Het is een veilige dat plek, is. En als je dan naar zo'n bijeenkomst bent geweest, dat je dan ook echt wel denkt van, oh ja, die tip gaan we nog eens proberen thuis. Als je naar vrienden gaat, ja, dan gaat het ook nog wel. Maar je krijgt wel vaak gewoon een gewenst antwoord als je vraagt over hoe het gaat als ouder zijn. En dus zo'n ouderwijzer is wel fijn, daar kan je met zulke soort vragen terecht, want ja, ze hebben natuurlijk alles al een keer meegemaakt. En je hebt daar ook een speciaal plekje voor gereserveerd. Ja. Van, nu kan ik het daar eens over hebben. In plaats van dat je gewoon lekker wil socializen met je vrienden. En dat je gewoon zegt, ja, alles gaat goed. Want dan is het antwoord voorbij en dan kan je gewoon gezellig doen. Dus ja. Echt over het ouderschap zelf met een open antwoord spreken. Ja, dat is lastig. Dus daar zijn die bijeenkomsten wel fijn voor. Ja, nou ja, dat is ook precies wat we willen creëren met Ouderwijzer, die ontmoetingsplek. En dat zie je hier eigenlijk op de preventiepyramide afgebeeld. Ouderwijzer bevindt zich op de universele preventie. Het is er voor alle ouders. In het normale, waar ook de buurvrouw thuis hoort, die je op je kinderen kunt passen. Op die manier willen wij het gesprek faciliteren tussen alle ouders en hen inspireren.
Nou, ik denk dat we allemaal de krantenkoppen goed in ons geheugen hebben van de afgelopen jaren, maar de afgelopen maanden denk ik nog specifieker. De jeugdzorg en de zorg voor onze kinderen, dat moet anders. Wij moeten met elkaar echt op een andere manier gaan doen en op een andere manier gaan denken. En als we dit op deze manier zo blijven doen zoals we het altijd deden, dan is het niet meer houdbaar. Financieel niet, maar ook niet voor het welzijn van onze kinderen en de ouders. En dat is denk ik ook de reden waarom we met elkaar en gemeente Gelder, Mierlo en Ouderwijzer echt inzetten op die beweging naar nul. Waarin we willen dat elk kind de mogelijkheid krijgt om in een krachtige samenleving zich te ontwikkelen. En dat je dus in moet zetten op die preventiekant. En als we dat niet doen, dan is het eigenlijk een soort van water naar de zee dragen. Dus proberen we met elkaar echt die beweging naar voren te maken. Ja, en dan een belangrijk onderwerp, want wat kost het dan, hè, als we dan vinden dat we die beweging naar voren moeten maken? Nou, je ziet hier even in deze slide wat het voor een gemeente als Gelder op Mierlo kost. Met 40.000 inwoners, 200 nieuwe ouders per jaar, die we samenbrengen in 12 nieuwe groepen per jaar, die in hun hele ouderlijke loopbaan 15 keer samenkomen. We hebben het dan ongeveer over 120.000 euro, waarmee je een universeel preventief programma hebt, wat je af kunt zetten tegen de totale kosten van de jeugdzorg in deze gemeente. Ja goed, en dan zie je wat de verhouding is. Dus vanuit visie en geloof durven investeren in ouders en ervan overtuigd zijn dat dat loont op den duur. Ja, en ik denk ook dat het goed te melden is, want er zitten ook mensen van gemeenten in de chat, dat het niet direct meteen die investering is. Het is een groeimodel waarin je met elkaar dat pad gaat lopen. En ja, in het begin minder kosten kwijt, maar op langere termijn natuurlijk wel dit wat geschetst wordt. Ja, ja, dat klopt. En dat gaat niet vanzelf. Een normverandering kost tijd. En waar we bijvoorbeeld nu op dit moment Gelder op Mierlo mee bezig zijn, is het oudergerichte werken bij onze bondgenoten verder op gang trekken. Maar ook dat die bondgenoten een rol nemen om ouders toe te leiden naar die bijeenkomsten. Het is nog niet gewoon om je voor te bereiden op je ouderschap. Het is dus ook nog niet gewoon of vanzelfsprekend om naar een ouderbijeenkomst te komen. En die normverandering begint eigenlijk bij die professionals die ouders daarop wijzen. En ik denk dat we langzaamaan gaan eindigen met een filmpje van een van die professionals die daarover vertelt. Dit is Willemijn van Dijk. Ik heb voor het eerst van Ouderwijzer gehoord, omdat we benaderd zijn door Renate, die voor mijn gevoel de hele organisatie van Ouderwijzer in Gelderhof aan het opzetten was. Wij waren toen in de praktijk net gestart met Centering Pregnancy, waarbij ook het doel is dat ouders veel beter voorbereid aan niet alleen de bevalling, maar ook aan het ouderschap beginnen. En dat was voor mij na bijna 30 jaar in de verloskunde echt een openbaring, dat we daar ook ineens tijd aan konden besteden. Dat klinkt misschien een beetje gek, want ergens is het ook heel logisch, maar het was er nooit. En het kwam eigenlijk ook nooit bij ons op om daar heel erg op in te haken, want dat was het station na de bevalling. Wat ik als voordeel van Ouderwijzer ervaar, is dat het dus doorgaat op het moment dat de baby er is. Dus dat er een stukje voorbereiding is, waardoor mensen denk ik met wat reëlere verwachtingen het ouderschap instappen. Maar dat het met name doorgaat op het moment dat ze in die hele kwetsbare fase terechtkomen. Want dat is wat wij in de praktijk meemaken. Dat mensen in het algemeen niet van tevoren kunnen inschatten wat het betekent om het kwetsbare gevoel van het ouder zijn te kunnen inschatten. En de kracht van Ouderwijzer vind ik dat juist in die fase mensen dus een oor hebben bij mensen die in dezelfde fase zitten, maar ook bij een professional die antwoord op veel van hun vragen heeft. En dat maakt dat ik enorm in Ouderwijzer geloof, omdat ik denk dat die groepsvorming, dat heel veel kan gaan betekenen. Wat we nu in de praktijk nog merken is dat we niet iedereen in beweging krijgen richting Ouderwijzer. En we denken dat dat komt, omdat het nog iets onbekends is. En iets wat we ook nog vragen aan de mensen van, we geven de tip wel van, goh, we vinden het heel verstandig als je dit gaat doen en ga ervan uit dat je er echt wat aan kan hebben. Maar het is dus heel vrijblijvend. Ik stoei zelf ook nog met het feit dat ik niet vind dat ik het mensen kan verplichten, omdat ik, misschien juist omdat het nog iets onbekends is. Dus het wordt denk ik ook gewoon makkelijker als we een 2-3 jaar verder zijn en ik kan zeggen dat 80% van de ouders meedoet of zoiets. En dan zijn we er nog niet, want we willen eigenlijk gewoon zeggen, meld je aan, want dit hoort bij de standaardzorg die er is als je een kindje krijgt. Net zo goed als dat je je theorie-examen gaat doen als je rijbewijs gaat halen. Het gekke is dat als je het heel strikt bekijkt, het consultatiebureau ook vrijblijvend is, maar dat zit zo in de vaste gewoontes dat ook wij niet meer aan mensen vragen
wil je een kennismakingsgesprek met de persoon van het consultatiebureau? We zeggen gewoon, je wordt benaderd door de persoon van het consultatiebureau. En zo gaat het ook echt. Hè? Zodra de bevalling bevestigd is door de aangifte bij de gemeente, krijgt iemand een uitnodiging voor het consultatiebureau. En bij Ouderwijze zitten we nu nog op het punt dat we vragen of ze mee willen doen, zonder dat we zeggen dat het normaal is dat ze meedoen. Dus deels worden we gehinderd door de verandering die mensen zelf moeten doormaken, maar we worden ook misschien nog wel een klein beetje tegengehouden doordat het nog meer in de publiciteit zou mogen komen. Dus daar is wellicht nog een slag te maken. Precies, en die slag die gaan we met elkaar maken. Ja, en de gemeente Gelderop-Mierlo die wil echt de mensen in de chat benadrukken, begin. En dan kunnen we met elkaar een zaadje planten om het verder uit te laten groeien. Dank jullie wel.